Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 3 juli. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb gisteren uiteraard naar Oranje gekeken en ja, superleuk dat het weer gelukt is, want we zijn natuurlijk door. Nou moeten we zaterdag om 9 uur. Was ook echt wel trots dat ze het gered hebben en was ook wel heel blij. Ik hoorde hierna, daarna, toen het afgelopen was, ook helemaal vuurwerk hier en zo. Maar goed, ik ga er ook vanuit dat het na zaterdag wel klaar is. Want we moeten tegen Turkije. En dat is natuurlijk wel een sterke ploeg. Ik heb gisteravond een stuk van de wedstrijd gezien. En de bal lag er maar 1 à 2 minuten al in. Toen ze begonnen waren bij de tegenpartij. Dus ja, ik denk dat het na zaterdag klaar is. Maar gewoon het eventjes genieten van het feit dat ze toch weer een rondje door zijn is wel heel leuk. Ik weet er alles van gekeken en daarna... Steenrijkstraat-Arm was ook wel weer leuk. Toen heb ik nog even een spelletje gedaan en ben ik mijn vlog af gaan maken. Die staat helemaal klaar, dus die hoef ik alleen nog vanavond te uploaden en een thumbnail voor te maken. Dus dat was allemaal prima. Toen ben ik de laatste aflevering van mijn Netflix-serie gaan kijken. Ja, een beetje een open einde. Hij zou op zich nog verder kunnen gaan. Dat was wel heel spannend, ook echt de laatste aflevering. Het zou leuk zijn als er nog een vervolg van komt, maar dat weet ik niet. Volgens mij is die ook best wel nieuw nog, deze serie. En vaak gaat er een tijd overheen. En daarna zie je zij, dat was ook spannend. En toen ben ik naar bed gegaan, heb ik lekker mijn boek gelezen. Toen ben ik gaan slapen, ik heb niet goed geslapen. Ik was zonder ventilator aangeslapen. Toen werd ik helemaal bezweet, wakker van een nachtmerrie. Ik heb de ventilator aangedaan. Ik zat toen bijna verstrikt half in mijn hoeslaken. Dus dat was ook niet echt lekker. Toen heb ik nog wel even geslapen, maar ik kwam weer een droom. Het was allemaal niet zo heel erg lekker. Maar goed. Ik ga zometeen de boel hier doen. En af en toe eventjes de spullen pakken voor morgen. Mijn coach is om 11:15. Dus dat is mooi op tijd. Ik heb een pakketje, die ga ik jullie laten zien. En ik heb mijn sportroutine weer een keer gefilmd. Ik ben nu de buikspieren aan het trainen. Dat ga ik jullie laten zien. En dan ga ik hier eventjes de boel lekker doen. Dus ja, ik kreeg nog een tip van mijn moeder. Die had van een vriendin gehoord dat je ook pure dassen in je afvoer kan spuiten. Omdat dat heel erg ontvet. En ja, dat als je dan daarna kokend water eroverheen giet, dat het ook nog wel eens los kan schieten. Dus dat kan ik nog proberen, maar ik denk niet dat het helpt. Maar ach, baat het niet, dan schaadt het niet. Dus ik ga hier eventjes aan de gang. En nou, dan laat ik jullie het pakketje zien en even mijn sportroutine. Dus dat is voor nu even de planning. Ik heb een pakketje binnen, want ik heb een nieuwe game besteld. Ik speelde deze vroeger geloof ik altijd al op de Wii. En hij is dus hier ook voor de Switch. En dat is Super Monkey Ball Banana Rumble. Deze is net uitgekomen. En dan kun je dus met een aapje in een balletje. Super leuk. En dan moet je parcours afleggen. Soms best lastig. Ik weet nu al met welk aapje ik ga met deze. Die vind ik wel echt super schattig. Dus ja, die had ik gekocht. Die vond ik echt heel erg leuk toen die uitkwam. Dus ik dacht, ja, die wil ik wel graag hebben. Je had ook nog een andere variant, die was dan iets goedkoper, maar die was al wat ouder. Toen dacht ik, nou, dan wil ik toch liever de nieuwe. Dus ja, benieuwd hoe dat gaat op de Switch. Want op de Wii was het altijd soms best wel moeilijk, maar het was altijd wel heel leuk om te spelen. Dus ik vind het leuk dat hij naar de Switch is gekomen. Maar die ga ik, ja, dat ga ik jullie nog wel een keer laten zien als ik die ga spelen. Maar daar ben ik super blij mee. We'll be right back.
Nou, ik heb net die das die erin gedaan en daar heb ik dus kokend heet water over gedaan. Maar bij mij helpt het niet. Dus het probleem zit bij mij veel dieper en ik denk dat het ergens buiten zit. Maar het was het proberen waard, maar het heeft helaas bij mij niet geholpen. Maar goed, als je het niet doet, dan weet je het ook niet. Maar dan weet ik in ieder geval dat het bij mij niet helpt. Ik ben klaar. Ook echt letterlijk net. Oeh. Het was warm, het was pittig, maar ik had wat extra klussen meegepakt. Ook de schilderijen die hier boven de bank hangen, heb ik een doek helemaal overheen gehaald. Nou ja, verder mijn boeken en alles moesten eraf. En die moest ook helemaal schoongemaakt worden. Tafel weer ingevreven met olie. Dus echt alles wel van zijn plek gehad en dat is wel lekker hoor. Maar dan merk je wel dat het warm is en dan ben ik het nu ook wel echt zat. Katten hebben net lekker gegeten. Katten was gedraaid, die was al klaar, die heb ik net ook al opgehangen. In de zomer probeer ik de droger iets minder te gebruiken, omdat het dan nog warmer wordt in huis, omdat je die warmte wel voelt. In de winter vind ik het echt heerlijk, maar nu het best wel in huis nog niet echt heel veel afkoelt, ben ik dan bang dat de temperatuur alleen maar oploopt, ondanks dat het buiten echt wel fris is. Maar goed, dat alweer klaar. Kleding gepakt voor morgen, dus alles staat verder klaar. Dus ik ben op zich wel weer heel blij hoor, maar het was wel eventjes pittig. Maar nou ja, goed, je huishouden stopt eigenlijk nooit, zeg ik. Want ja, het is toch altijd snel wel weer vies, maar ik ben wel blij met alles wat ik weer heb gedaan. Ik ga nu zometeen even heerlijk relaxen, even wat drinken. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik kijken naar Ik weet er alles van en Het perfecte plaatje. Sowieso nog even een spel doen. En nou, dan ga ik mijn blogpost schrijven, de vlog inplannen, thumbnail maken, nieuwe serie uitzoeken op Netflix. En ik heb nog geen idee welke, dus dat wordt weer spannend. Daarna ga ik lekker CSI kijken en dan ga ik naar bed heel even lezen. En hoop ik dat ik een beetje kan slapen, want ik ben best wel zenuwachtig vanmorgen. Ik merk wel dat het steeds wat erger wordt, maar dat komt vast goed. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder echt niks meer doen. Ja, en ik ben natuurlijk super blij met mijn nieuwe spel die ik jullie heb laten zien. Dus ik heb echt wel heel veel zin om die te gaan spelen. Dat heb ik nog niet gedaan, maar dat komt ook wel weer helemaal goed. Goed, ik ga nu echt eventjes relaxen, dus bij deze zeg ik tot morgen. Goedemorgen, het is vandaag donderdag, het is 4 juli. Ik ga me even klaarmaken voor naar het ziekenhuis te gaan. Mijn coach komt straks, gaan ze de onrustige cellen verwijderen. En ik ben echt super zenuwachtig. Ik heb echt heel slecht geslapen, ik voel me niet lekker. Moet je kijken onder mijn ogen. Ik weet niet of jullie het goed zien, want ik heb niet het beste licht nu. Maar ik heb helemaal die eczeem daar. Ik smeer het elke dag in, maar het wordt nog niet echt beter. En vandaag is mijn lieve oma jarig. Die is 92 geworden. Dat is wel een bijzondere leeftijd natuurlijk. En ja, ik ben dankbaar dat ze dat weer heeft mogen bereiken. Want ja, het zijn toch wel de momenten dat je ook weet dat het iemand van de dag is. En dat het toch altijd weer de vraag is of ze dat mogen halen. Maar ja, ze heeft het weer mogen bereiken. Mijn moeder gaat erheen met mijn oom en tante verder. Viert ze het ook niet echt. Is natuurlijk ook anders als dat ze nog thuis wonen. Of zoals nu dan in een verzorgingshuis natuurlijk. Maar och, brandt nu heel erg die foundation. Ja, ze heeft ook aangegeven dat ze dat niet meer wil, zeg maar, met iedereen erbij. Want dat vindt ze toch wel heel druk. Dus ja, de mensen die willen gaan, die gaan dan toch wat verspreid. En ja, op zich, omdat het nu op donderdag viel, had ik ook wel gekund. Maar ja, goed, dan zit je ook met het feit van, dan zijn er ook wel best wel wat mensen. Dat is best wel druk voor de, ja, en nu kon ik ook niet natuurlijk, omdat ik nu naar het ziekenhuis moet. Gisteravond, ik weet er alles van gekeken. En daarna het perfecte plaatje. Dat is wel leuk, volgende week de laatste aflevering. Dan is het ook wel weer goed. Ondanks dat ik het wel een heel leuk programma vind, vind ik het soms ook wel veel, zeg maar. Twee keer in het jaar. Maar ik vind het altijd wel weer mooi om te zien. Maar ja, soms omdat bij RTL duurde de aflevering tegenwoordig gewoon van alles wel anderhalf uur vaak. En dat was vroeger, was het allemaal gewoon een uurtje. En dan was het van, nou ja, prima. Ja, dat is niet meer. Nou, ik heb daarna nog even een spelletje gedaan. En mijn blogpost geschreven. Ging eigenlijk allemaal vrij vlot. Ik heb de vlog ingepland. Dat ging ook wel goed.
thumbnail gemaakt. Toen ben ik een nieuwe serie gaan kijken. Dus had ik wel gelijk lekker in. Maar ik vraag me echt af welke taal het is. Want ik zag er iemand in. Die kwam me heel bekend voor. En ik dacht in eerste instantie dat die van de bron was. Maar ik twijfel. Dus dat wil ik toch nog eventjes nakijken. Want ook, ja... ik geloof niet dat ik daar helemaal gelijk in had. Ik weet ook zo even de naam niet. Ik zal die later vandaag nog even geven. Want dan kan ik het even nakijken. Maar nu eventjes niet. Toen heb ik ze eens aangekeken. Wat ook spannend was. Toen ben ik naar bed gegaan. Heb ik even gelezen. Toen ben ik gaan slapen. Wat ik zei. Het ging niet zo lekker vandaag met slapen. En op zich. Ja. Ik merk nu ook wel echt dat ik super zenuwachtig ben. Dus ik ga zo even een aspirintje nemen. Want dat mocht ook een aspirine voordat je kwam, zeg maar. Ik had er ook wel eentje genomen voor het slapen gaan. Dus ja, ik zie vooral ook heel erg op tegen de verdoving, zeg maar. Dat ja, want als het goed is, daarna voel je niks meer. Maar ja, ik vind het allemaal erg spannend, merk ik. Nou ja, dan moet ik wel even boodschapjes doen. Mijn coach zei eerst van ja, moet je ze anders bestellen. Nou, als het half kan, probeer ik wel gewoon boodschappen te doen. Want, ja, weet je, ik vind dat ook weer zo wat. Stel ik allemaal hoor, maar ik heb ook zoiets. Dan heb je ook eigenlijk misschien na de hand nog een beetje afleiding of zo. Dus even kijken hoe alles loopt. Zij is het ook een beetje qua tijd, maar ik zeg, nou ja, dus binnen een kwartiertje is het klaar als het goed is. Als alles mee zit, dus, ik denk dat ik rond 12:30 weer buiten kan staan, want de afspraak is om 12:00, maar we moeten maar even kijken. Ik ga mezelf even klaarmaken verder en dan ga ik straks de deur uit en ik neem jullie wel weer eventjes mee vandaag. Sowieso al even met boodschappen doen en dan zien jullie mij later weer als ik weer thuis ben. Zo, ik ben weer thuis. Boodschappen doen is gelukt. Het was wel eventjes... In het begin ging het eigenlijk heel erg goed. Toen eigenlijk bij de laatste winkel kreeg ik wat meer kramp. Dus ik ben nu ook wel wat meer pijn aan het doen. Nou ja, we waren gewoon op tijd. Dus ik had al even de aspirine op en eventjes een koffie genomen en zo. En nou ja, goed, toen lag ik in die stoel. En ik kon eigenlijk heel slecht ontspannen, dus... Ik voelde ook al heel erg die ene bek wat heel erg vervelend was. En het zat allemaal niet zo lekker. Ik denk, oh, dit zit al niet lekker. En dan moeten die prikken er nog in. En dan moeten ze de hele behandeling nog doen. Nou, uiteindelijk hebben ze me iets anders gepositioneerd. Ik heb ook aangegeven dat ik wel een beetje bang was dat ik misschien misselijk zou worden. Omdat ik gewoon die ervaring heb. Ik hield dus eigenlijk al heel goed rekening mee. En toen was het ook echt van, ah, ja. Ze stelden me wel heel erg op mijn gemak en zo. Maar ja, toen kwamen natuurlijk die verdovingen. En daar zag ik natuurlijk als een malle tegenop. Maar toen moest ik gewoon eigenlijk heel goed inademen. En eigenlijk terwijl ik uitademde, zetten ze die verdoving. Maar dat waren er vier. Maar op zich viel dat reuze mee. Ik vond die biopnemen vond ik erger. Omdat je dat wel echt voelde. Nou ja, toen was het allemaal verdoofd, toen gingen ze aan de gang, toen was het ook klaar. Maar omdat ze branden, ruik je dus een brandlucht. En ze zuigen het wel af, maar
Ja, en ik kreeg zo'n plakker op mijn been, want ja, omdat ze met stroom werken, dus dat was allemaal even wennen. Maar toen was het op een gegeven moment ook klaar. Toen dacht ik, oh, het viel eigenlijk wel mee. Maar omdat er dus in die verdoving adrenaline zit, je voelt je hartslag, die gaat echt heel erg omhoog. En dat was ook logisch. Maar nou ja, goed, toen begon ik me ook echt. Toen was het klaar. Toen voelde ik me echt totaal niet lekker. Ze dus kreeg al een nat lapje op mijn hoofd en kreeg ook wel lekker eventjes een bekertje water. Toen zei ik toch, nou, ik voel toch dat ik moet overgeven. Dus toen kreeg ik een beker. Nou, toen kon ik daarin overgeven. Nou, daarna voelde ik me ook gelijk weer een stuk beter. Nog wel eventjes blijven liggen. Dus ik heb daar nog wel echt eventjes na de ingreep nog wel eventjes blijven liggen. Ja, daarna voelde ik eigenlijk niks. Toen kon ik weer naar buiten en ik voelde, nou ja, afspraak maken over 2 weken de uitslag. Iets langer, 19 juli krijg ik de uitslag. Dus nou, allemaal prima. En nou ja, goed, als dat gewoon is wat ze ervan verwachten, heb ik gewoon over een half jaar weer dat ze weer een uitstrijkje maken. Nou ja, toen de boodschappen gingen, ging eigenlijk ook allemaal wel goed. En toen eigenlijk, toen bij de laatste winkel, toen begon ik te voelen dat de verdoving uit ging werken en dat ik wat meer pijn kreeg. En nu ben ik ook wel heel blij dat ik weer thuis ben. En het was ook mijn eigen keuze om boodschappen te gaan doen, want ik had ze ook kunnen bestellen. Maar ik vond het ook wel even fijn om gewoon in de winkel te zijn. En het is allemaal gelukt, dus dat is top. Nou ja, nu probeer ik zo meteen nog wel even stof te zuigen. Ik heb even lekker een ijsje gegeten. Ik vond dat ik die al even verdiend had. Ik heb even een softijsje gehaald met Disco Dips. Dus dat was wel lekker. En toen, ja, nu ben ik lekker thuis. Na het vroeg ik even app als ik thuis was. Dat heb ik ook gedaan. Dus nu lekker rustig aan. De komende dagen ook niet sporten. Dus dat pak ik maandag pas weer op. Dus ja, de komende dagen even geen sport. En gewoon een beetje rustig aan. Maar dat wist ik al. Je mag ook 3 weken bijvoorbeeld niet zwemmen of in bad en dat soort dingen. Nou ja, goed, dat zijn toch allemaal dingen die ik niet doe. Dus, nou ja, goed. En ja, je kunt de komende tijd wat last hebben van bloedingen. Maar we gaan het allemaal wel zien. Ik ga nu eventjes lekker. Ik zal je zo eerst even de boodschappen laten zien. Dat ga ik wel even doen. Dan kan dat allemaal weer even opgeruimd worden. Probeer ik even stof te zuigen. Dan denk ik dat ik eventjes lekker een spelletje ga doen of zo. Want verder kan ik niet zoveel. Omdat ik ja, toch een beetje rustig ga moet doen. Dus ik denk dat ik dat even ga doen. Maar ik zal even de boodschapjes erbij pakken. De boodschapjes. Ik heb frikandellen. Kattenvoer. Het zachte voer. Slavinken, aardappelschijfjes, een frisse voor de vaatwasser. Deze was nog redelijk geprijsd en hij zou 60 wasbeurten meegaan. Ja, je bent een beetje onrustig, hè? Dus die ga ik er ook even in hangen, want het is ook wel lekker. Haricot vert. Ik kwam bij de Plus deze sokken tegen, met nagellak. En die paste wel bij mij, dus die heb ik meegenomen. Die waren 3 euro. Dus dat vind ik wel mee. Toetjes. Kipdijfilet. 2 keer chocomel. Was in de aanbieding. Patat. Bandjes. 2 keer spekjes, die waren in de aanbieding. Mokka koffiepads. En ook de Dark Roast koffiepads. 4 flessen cola. Dan heb ik dit. Ik wil dit graag proberen. Dat is dat zelftan van de Lidl. Dus dat ga ik gewoon proberen. Dan, misschien dat ik er een keer wat leukere kleur van krijg. Maar misschien dat ik nog wel een blogpost over schrijf. Moet ik even kijken. Nou, de rest zijn de cola en de spekjes, dus dat was het ook. Dus ik ga even opruimen. Dan probeer ik even de stofzuiger er doorheen te trekken. En dan ga ik eventjes lekker, ja, even lekker relaxen op de bank. Dus ja, dat is voor nu eventjes de planning. Zo. Nou, dat was even wennen hoor, zo'n middagje op de bank. Ik merk ook dat ik even nu wat minder alert ben. Want mijn coach zei ook echt dat in de supermarkt dat ik heel alert was en dat dingen me opvielen. Ik merk nu dat het even iets minder is. Ik merk ook gewoon dat ik super moe ben. Ik merk
ogen vallen bijna dicht. Ik voel me heel vermoeid. Mijn coach zei op een gegeven moment ook, je ziet ook heel wit. Maar nou zie ik dat zelf nooit zo. Dus ik denk dat anderen dat eerder opvalt. Toen zag ik dat de vlog niet online was gekomen. Dat het niet goed was gegaan. Dus die heb ik ook alweer opnieuw opgezet. Hij is nu nog aan het verwerken. Dat duurt nog 3 minuten. Maar daar ben ik ook alweer de halve middag mee bezig. Nou, hij is een beetje traag, maar het komt ook de afgelopen dagen waren er ook wat storingen van de internetprovider die ik heb. Ik heb zelf tot nu toe geen problemen ondervonden, want ik kon gewoon televisie kijken en ik kon gewoon internetten. Maar ik merk nu dat hij dus wat trager is met uploaden. Dus misschien dat het daar nog mee te maken heeft. Maar goed, dus ja, ik heb eigenlijk de groente afgehad. Toen heb ik eigenlijk de middag een beetje op de bank doorgebracht, wat eigenlijk niks voor mij is. Want ik ben natuurlijk normaal graag bezig, maar ik merk ook dat ik wat meer naar de wc moet. En dat ik nu ook gewoon echt inkak en heel erg moe ben. Dus ik wacht even tot die vlog erop staat. En dan ga ik even lekker de bank op. Dan ga ik even lekker slapen. Daar ben ik wel even aan toe. Gewoon eventjes. Omdat ik natuurlijk vannacht nog niet altijd best heb geslapen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. En dan vanavond kijk ik. Ik weet er alles van. En ik ga wel even wat terugkijken. Want er is verder eigenlijk niet zo heel erg veel wat ik leuk vind. Wat ik leuk vind. Het meeste is herhaling wat ik al ken. En dat vind ik niet zo leuk. En ik heb nog wel wat dingen staan. Dan ga ik de foto's verder afmaken met bewerken. Ik hoop dat het allemaal lukt. Ik heb eigenlijk nog een begin te maken met de blogpost. Maar ik zal even de serie opnoemen. Die ik dus had uitgezocht. En dan ga ik vanavond even uitzoeken waar die man nou bekend van was. Dus dat laat ik jullie morgen even weten. Ik ben nu aan het kijken. A Body That Works. En het gaat... Oh, hij gaat nu al spelen. Het gaat over een koppel, zeg maar, dat moeite heeft om zwanger te worden. Althans, het lichaam van die vrouw, die kan het kindje niet. Die stoot het steeds af en dan gaan ze op zoek naar een draagmoeder. En net wat ik zeg, ik vind die man dus zo bekend, maar ik wil even weten waar hij van is. De vlog is bijna klaar, dus als ik dan lekker mijn Netflix-serie heb gekeken, ga ik eventjes lekker CSI kijken. En dan ga ik nog even lezen en dan ga ik lekker naar bed. Dan hoop ik dat ik een stuk beter slaap, omdat ik nu alles heb gehad. Sorry als het een klaagdag was. Morgen gaan we weer met frisse energie er tegenaan. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 5 juli. Ik ben klaargemaakt en ik heb die lipgloss op van Essence, die pineapple. Was dat? Of die ananas? Maar het is toch pineapple? Ik weet het even niet. Ik vind hem wel leuk. Hij geeft alleen geen kleur af, maar wel een licht glittertje. Dus dat ziet er wel leuk uit. Hoe is het vandaag? Ja, ik vind het een beetje lastig. Ik merk dat ik het gevoel heb dat mijn hoofd vol water zit. Dus dat ik er niet zo bij ben als dat ik normaal ben. Ik heb heel erg last van de huid onder mijn ogen. En toen dacht ik heel leuk voor ik ging slapen. Ik zal er wat uiercreme op smeren. Dat had ik niet moeten doen. Dat brandde. Nee, dat was echt niet leuk. Dus ik heb het gelijk weer afgespoeld. En toen heb ik een vaseline opgesmeerd. En dat verzachtte gelukkig. Slechtste idee ooit dus. En ik had wel gewoon ook mijn crème gebruikt. Maar ik merk daardoor dat ik ook een heel vermoeid gezicht heb. Ik voel me sowieso een beetje vermoeid. Last ook van mijn benen, van mijn spieren heel erg. Het was natuurlijk even wennen. Normaal gesproken als ik wakker word, dan sta ik gelijk klaar om te gaan sporten. Ja, dat mag nu even niet. Het voelt in mijn buik ook allemaal een beetje gekkig. Of er een druk op zit en... Ik weet eigenlijk niet zo heel goed hoe ik me voel. Ik heb verder of zo geen pijn. Dat is op zich wel vrij snel weggetrokken. Maar ik voel me niet helemaal op en top. Maar goed, ik hoop gewoon dat het de komende dagen beter wordt. Ik heb gistermiddag even heerlijk op de bank geslapen. Ik was zo moe. Zo moe. Alle spanning die eruit kwam. Dat was natuurlijk ook al een groot deel gebeurd in het ziekenhuis. Omdat ik moest overgeven en... Daarna voelde ik me ook eigenlijk weer goed. En met boodschappen doen ging het verder dus ook allemaal wel goed. Ik had besloten dat ik mezelf een ijsje gunde. Dus ik had een ijsje te eten. Toen zei mijn coach al wel van, je ziet er ook wat witter uit.
Maar gewoon het feit, weet je, zoals gistermiddag, ik heb heerlijk eventjes op de bank gewoon mijn ding gedaan. Ik heb mijn groenten afgehaald. Ik ben lekker eventjes een spel gaan spelen op de Switch. Maar ik merkte gewoon, dit is niet hoe ik ben. Ik wil bezig zijn. Ik wil iets doen. En vandaag is de slaapkamer aan de beurt. Daar ga ik ook gewoon aan beginnen. Rustig aan. Geen druk. Gewoon alles op een heel rustig tempo. Want nog zo'n hangdag. Mij niet bellen. Ik kan het niet. Ik vind het zo knap van mensen die op de bank kunnen zitten bijvoorbeeld. En de televisie aan kunnen zetten. En niks kunnen doen. Ja, ik kan dat 's avonds. 's Avonds kan ik dat. 's Avonds kan ik heerlijk genieten van mijn serie. En ik kan het overdag gewoon niet. Dus daarom ga ik gewoon wel zo wat proberen te doen. Maar zoals ik zei, op een rustig tempo. Ik was ook wel heel blij toen ik gisteravond mijn bed inging, moet ik zeggen. Want ik had wel echt zoiets, oh heerlijk. Ik heb het gehad. Ik hoef nu even niks. Ik kan gewoon lekker uitrusten. Maar goed, dat is even hoe ik me voel. Dus dat was een heel lang verhaal. Ik heb gisteren verder wel lekker naar Ik Weet Er Alles Van gekeken. Lekker genoten van de douche. Daarna heb ik een huis op orde teruggekeken. Die had ik allemaal nog staan. Dus het was ook wel leuk. Nog even een spelletje gedaan. Ja, toen heb ik lekker verder gegaan met de foto's bewerken. Het is niet helemaal afgekomen. Ik moet zelfs nog eentje maken waarvan ik dacht dat ik hem had. Maar die had ik blijkbaar niet. Maar dat komt goed. En toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. CSI. En toen ben ik dus lekker naar bed gegaan. Heb ik wel even lekker mijn boek gelezen. Toen ben ik lekker gaan slapen. Maar het was gewoon gek toen ik wakker werd. Oh ja, ik mag niet sporten. Dus nou ja, goed. Ik heb gewoon eventjes lekker gelegen. Eventjes lekker een beetje op mijn telefoon. Eventjes alles weer bekeken. Van heb ik dingen gemist. Nou, helemaal prima. Maar goed, nu is het tijd voor de slaapkamer. En ik ga jullie gewoon meenemen. En wat ik zeg, ik doe het in een rustig tempo. Al zien jullie het altijd heel versneld. Omdat ik het natuurlijk doorspoel. Omdat het anders weer traag is. Maar goed, ik ga gewoon om mijn gemakje aan de gang. Zo, ik ben klaar. Dat is toch wel zwaar hoor. Maar het is toch wel dat ik nu weer meer pijn kreeg en dat ik er meer last van had. Maar goed, ik heb het wel gedaan. En ik ben ook echt wel langer bezig geweest dan normaal. Ik heb het echt op mijn gemakje gedaan. Dus ik heb weer lekker een schoon bed. Ik heb de droger aanstaan met de handdoeken. Want die had ik voor vannacht aangezet. Want een handdoeken was duurt 3 uur. En dan dacht ik, dan kan ik ze vandaag in de droger. Ik kreeg net trouwens een comment van iemand die vond dat ik een van de katjes heel hardhandig aanpakte. Maar ik denk dat het op beeld anders overkomt dan dat het echt is. Want ik zou mijn katten echt nooit pijn doen. Want ik hou echt heel veel van ze. En dat zijn echt mijn vriendjes. Maar ik
denk dat sommige dingen op camera soms anders overkomen dan dat ze echt zijn. Dus ja, dat wilde ik toch wel even zeggen, dat ja, dat echt niet zo is. Want ja, ik verzorg ze gewoon super goed. Ze hebben altijd goed eten en drinken. Ik zou ook, als ik stel dat ik geen geld zou hebben om voor mezelf eten te kopen, maar wel voor mijn katten, zou ik eerder eten kopen voor mijn katten dan voor mezelf. Dus ja, ik wilde dat toch even zeggen, dat het echt soms anders overkomt op camera. Ik ga nu in ieder geval zo even lekker relaxen, want ik heb ook al eventjes lekker mijn makkelijke broek aangetrokken, die eventjes niet zoveel druk zet. Had ik al wel een makkelijke broek aan, maar die gaf toch wat meer druk. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik, ik weet er alles van, ik ga even iets terugkijken, maar je hebt ook spannende voetbalwedstrijden, dus even kijken. Dan ga ik nog even een spelletje doen, dan ga ik mijn video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Ik hoop dat het lukt. Dan ga ik mijn Netflix-serie kijken en daarna Scott en Bailey. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Dus dat wordt de avond. Ik ga nu in ieder geval ja, even lekker wat drinken en relaxen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer, want verder ga ik niks meer doen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 6 juli. Ik ben klaargemaakt. En ja, het is heel erg hard aan het waaien. Er is code geel afgegeven voor bepaalde delen in het land. Ik weet niet of het hier ook geldt, maar het waait wel heel goed. Want ik stond eventjes in de badkamer en ik hoorde gewoon echt die deuren dan klapperen, ondanks dat ze dicht zitten, doordat de harde wind zo waait. Ah, ik vind het op zich wel gezellig, maar het is wel gek natuurlijk in juli dat je meer herfstweer hebt. Maar ja, goed, daar doe je niks aan en ik hou er wel van. Verder, ik heb die vaseline onder mijn ogen, die doet dus echt heel erg goed zijn werk. Want het is, de droogheid is echt een stuk minder. Het voelt weer veel beter aan. Het doet geen pijn meer. Dus ja, voor mij heeft vaseline heel goed gewerkt. Ik weet ook dat er bijvoorbeeld echt wel hele dure crèmes te koop zijn, die ook wel tegen droogheid werken. Maar vaseline doet het bij mij heel goed. Dus ik wil het eigenlijk ook even hier opsmeren. Want ik heb het idee dat die crème van de dokter maar weinig doet. Dus misschien dat daar die plekken dan ook wat beter worden. Maar dat doe ik even na het douchen, omdat ik nu mijn horloge om heb. Nou, verder gaat het op zich redelijk. Ik heb wel wat druk, zeg maar. Die voel ik echt heel erg in mijn buik. En zolang ik maar zit of lig, gaat het allemaal goed. Maar lopen kost wat meer energie nu. Ik merk ook dat ik niet zo heel lang kan staan. Normaal gesproken vlieg ik mijn vliezotrapje naar de zolder echt gewoon met gemak op. En nu doe ik het echt heel langzaam aan. Dus dat merk je wel, dat je denkt van, ja, dat zijn gewoon even de dingen. Maar goed, dat zal niet super lang duren. Dat komt ook vanzelf wel weer goed. Ik heb gisteravond naar Ik weet er alles van gekeken. Dat was leuk. Daarna heb ik even de laatste aflevering van De Bouwers aangezet. Want die moest ik nog steeds terugkijken. Dus die heb ik ook gezien. Dat was ook wel leuk. Ik heb even een spelletje gedaan. Toen ben ik mijn video in elkaar gezet en ben ik bezig geweest met die blogpost. Het schrijven is allemaal gelukt. Ik moet alleen nog de foto's en zo importeren. En ik heb er zelfs nog twee die ik moet afbewerken. Dus het is niet gelukt om die online te krijgen. Maar dat ga ik gewoon nog wel afmaken, uiteraard. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. En ik wilde nog even terugkomen, want toen ik deze serie was gestart, toen zei ik, volgens mij zit die man van de bron erin. Nou, dat is niet zo, want het is een serie die is in Israël, als ik het goed heb. Want het schrijven, je kunt het gelukkig dat het ondertiteld wordt, maar de appjes die ze aan elkaar sturen, daar kun je geen chocola van maken. Als je niet die taal spreekt. En nu weet ik het weer. Ik heb dus een tijdje terug heb ik een serie gezien en daar zat die man in en daar herkende ik hem van. Ik weet zo niet meer de naam van die serie. Ik vond hem zelf wel heel, heel spannend, ook die serie. Maar daar kwam die dus bekend van voor. Dus ja, vandaar dat ik eerst zei van, volgens mij is die uit de bron, maar dat kon helemaal niet, want dat is Zweeds en dit is dus Israël. En nou ja, dat was dus helemaal onmogelijk. Maar nou ja, goed, ze hadden gewoon wat van elkaar weg. Daarna heb ik Scott en Bailey gekeken. Toen ben ik lekker naar bed gegaan. Heb ik wel even gelezen, maar mijn e-reader die was zo goed als leeg. Dus ik heb wel wat kunnen lezen. Dus die heb ik nu eerst op de oplader gedaan. Zodat die lekker kan bijladen. En dan kan ik vanavond met de volle e-reader lezen. Vandaag op de planning. Ja, ik moet eigenlijk even een paar dingetjes in mijn tas aanvullen. Ik heb de laatste tijd toch weer vaker mijn grote tas mee, omdat ik dan eigenlijk alles bij hem heb. Ik heb donderdag mijn laatste aspirintje eruit gehaald. Dus die wil ik gewoon weer eventjes aanvullen. Ik zag ook dat er geen pleisters meer in zaten. Vind ik ook altijd wel fijn om bij me te hebben. Dus die moeten er ook weer eventjes bij in.
En nou, dan zit alles er wel weer in wat ik erin wil hebben. Ik heb nog twee pakketjes met make-up, met nieuwe trendedities en een limited editie, zowel van Catrice en Essence. Dat ga ik jullie laten zien. En daarna ga ik met jullie Super Monkey Ball spelen, dat nieuwe spel wat ik had gekocht voor de Switch. Mocht je dat niet interessant vinden, spoel het dan gerust door. Maar ik vind het wel leuk om jullie daar ook bij mee te nemen. En misschien vinden jullie het wel leuk om te zien. Maar ik ga eerst eventjes de pakketjes laten zien. Ik heb weer even de spray naast me staan als staartje weer pogen doet aan mijn camera te gaan likken. Gaat het niet gebeuren. Ik zal even beginnen met die van Essence. Het is dus een trendeditie. Ja, het gaat momenteel zo hard met al die collecties. We hebben weer een proefmonstertje gekregen. Dat is een Calming and Deep Cleansing zit erbij. Dat is wel leuk. Ja, ik ga het in de make-up. En... ik maak het even open. Dit is de collectie van Hello Kitty. Hoe leuk is Hello Kitty? Dus ik vind het zelf heel leuk. En we hebben hier als eerste de Hello Kitty Blush Lighter. Super leuk. Hij heeft de naam 01 It's the Inside That Counts gekregen. En hij ziet er echt heel mooi uit. Want kijk, Hello Kitty zit erin. Dus dat is die. Heel voorzichtig mee doen. Dan hebben we hier een Caring Share lipstick. En overal staat die Hello Kitty dus op. Met de naam 01 Find Something Sweet in Each Day. En ik ga hier uiteraard ook nog een video van opnemen. Die ziet er zo uit. Als het goed is ligt deze collectie ook al in de winkel. Maar ik heb hem dus online gekocht. Dan hebben we hier blotting papers om je gezicht dus wat zachter te maken. Even kijken. Kijk, die papiertjes die bevatten ook Hello Kitty patroon. Dus hoe leuk is dat? Even kijken dat ik hem weer een beetje normaal dicht krijg. Deze heeft de naam 01 Make the Most of Today gekregen. Dan heb ik hier leuke nagelstickertjes. Moet ik ze wel zo houden. Met allemaal Hello Kitty'tjes erop. Echt super schattig. Dan heb ik hier twee glowing lipglossjes. Oh, kijk hoe vet dit is. Want kijk eens, in die top zitten allemaal leuke confetti'tjes. Echt heel leuk. Ik heb hier de 02 Sweeter Day Ahead. Ik ben wel benieuwd wat die doen. En ik heb dan ook een roze die ook leuk die glittertjes hebben. En dat is de 01 Today Just Get Cuter. Dat is een roze. Dan hebben we een highlight roll-on. Dat is dus een highlighter die je kunt oprollen op je gezicht. Deze heeft de naam 01 Spread the Sunshine gekregen. Spread the Sunshine. Dan heb ik ook het de tweezer gekocht van Hello Kitty en de spoelie voor de wenkbrauwen en ook de sponsjes dit keer, want hier staan ook de Hello Kitty patroontjes op en ik vind de formaten wel fijn en soms zitten mijn sponsjes, dan heb ik ze schoongemaakt, wil ik er eentje gebruiken, is die vies. Normaal gesproken doe ik dat niet, hè. En ik heb ook het super leuke spiegeltje. Dit is dus gewoon een spiegeltje. En die heet dus ook van dit soort leuke dingen erin zitten. Ik zal hem nu even dicht laten zitten. Hij zit nog helemaal dicht. Maar ik zal hem in de video dan laten zien. Deze heeft de naam 01 Make Today Amazing gekregen. De sponsjes hebben de naam 01 You Can Never Have Too Many Friends. En... de spoelie heeft de naam 01 You Can't Do Anything. En de tweezer heeft de naam 01 Be Kind To Yourself gekregen. Dus dat zijn de Hello Kitty producten. Ik pak het eventjes terug in en dan zal ik eventjes de Catrice dingetjes laten zien. Catrice collectie stond ook al online. Ik weet niet precies wanneer die in de winkel komt. Zal ik even in beeld neerzetten. Dan moet ik eventjes nakijken op het persbericht. Maar die was er ook al ineens. Dus ja. Oh.
tomaten. Oh ja. Oh, kijk, nog een monstertje. Dezelfde, maar dat is niet. Oh nee, dit is Combing and Exfoliating. Dus dat is wel leuk. Het is van Centella trouwens. Is dat van die andere dan ook? Oh, dan wil ik wel even kijken, want die heb ik hier liggen. Ja, dat is hetzelfde merk die bij dat Hello Kitty pakketje zat. Nou, dan maken we deze even open. Want dit is de collectie. Even kijken, hoe heet die? Heel belangrijk. Dit is de collectie Poolside of Life. Maar net wat ik zeg, ik weet dus nog niet wanneer die er precies is. Ik kreeg weer een gratis knip. Althans, ik mocht een cadeautje uitzoeken. Dus als ik deze kleur knip en ik vind die knippen heel fijn. Ik dacht, nou, dan nemen we die kleur. Dan heb ik hier allereerst een superleuk toilettasje. Ik vond hem heel erg leuk met al die kleurtjes. En hier kun je dus de producten ook in doen. Heel fijn ritje zit er ook aan. Deze komt nog wel in de winkel. Dan kun je hier wat spulletjes in doen. Je kan ook de spulletjes, zeg maar, die hier zitten, die kunnen er ook in. Laten we deze gelijk eventjes dicht doen. Is toch wel handig. En ja, ik vind het leuk. Ik vind het wel leuk hoor, al die nieuwe collecties. Maar het is momenteel, ik moet gewoon even gaan bekijken wanneer ik alles ga plannen. We hebben allereerst twee nagellakjes. Dat zijn deze. Ik heb hier de C01 Sundowner. Als ik het goed zeg, dat is dit kleurtje. Ik vind de effecten zien er in het flesje al leuk uit. En we hebben ook een paarse kleur. En dat is de C03 Purple Skies. Maar ik heb ook, dus ook nog een blauwe. Ik dacht dat de twee waren, maar ik zie nu net ook de blauwe liggen. En dat is dus een blauwe. En dat is de... hier zit trouwens een klein marsje in. 02 Deep Blue. Dus dat is deze. Ook wel een hele leuke kleur. Dan hebben we een Cooling Face Stick. Dat is deze. Dat is een stick die je dus verkoelt. Met de naam C01 Pull Down. Dan zijn er vier kleuren eyeliners. En die zijn waterproof. Ik heb hier allereerst een oranje met de naam C04 Golden Hour. En ik zal hem even... Nou, dit is de tip daarvan. Dus dat is die. Zit er ook gelijk onder. Dus ik ga heel even mijn handen wassen, want ik heb het nu hier zitten. Want anders ga ik alles uitsmeren. Dan heb ik hier een groene, dat is de C01 Lime Crush. Dan hebben we hier C02 Splash of Joy. En dit is C03 Lavender Lemonade. En het laatste wat in die collectie zat, dat zijn drie cooling lipolies. Die zijn dus ook verkoelend. En dan hebben we hier de C01 Under Palm Trees. De C03 Keep It Pool, blauw. En de C02 Summer Kiss. Dus dat is die collectie. Maar net wat ik zeg, ik heb eventjes al in beeld neergezet wanneer die online is. Gaat er trouwens wel makkelijk af. Goed, ik ga even opruimen en ga ik jullie laten zien hoe een nieuwe game werkt. Wat je moet doen. Dus ja, dat ga ik nu doen. Zo, dat was leuk, die game. Het was wel weer even inkomen, want het werkt op de Switch dan toch net weer anders dan dat ik hem vroeger op de DSD en op de Wii. Maar ja, het was wel heel leuk. Af en toe ging het wel even mis. Dan raak je op een gegeven moment een keer gefrustreerd dat je denkt van, waarom red ik het nou niet? Maar
Ik had net nog een laatste leveltje, die was echt heel pittig. Maar toen dacht ik echt, ja, ik wil hem eigenlijk nog graag halen voordat ik afsluit. Omdat ik me anders niet echt voldaan voel als ik die niet heb gered. Maar uiteindelijk is het gelukt, dus ik heb nu afgesloten. Maar het was wel echt super leuk. Echt een super geslaagd spel, vind ik het. Ik merk wel dat mijn oogleden weer ergens hier hangen, want ik ben weer heel erg moe. Ik weet dus ook niet of dit een bijwerking kan zijn van die dissectie. Het is eigenlijk even iets wat ik zou willen googelen. De zon is inmiddels iets gaan schijnen, maar het is nog steeds wel zwaar aan het waaien. Ik heb boven heel iets opgeruimd nog. Dat wilde ik gewoon eventjes doen. Want dat voelde op zich ook wel fijn. Ze heeft een wasje opgeruimd. Dat is op zich allemaal wel gelukt. Ik heb eventjes mijn blog en YouTube boek bijgewerkt. En toen dacht ik, nou, toch even weer op die bank. Maar ik word daar denk ik ook wel lui van. Dat ik gewoon niet genoeg doe. Ja, zoals gisteren, weet je. Dan heb ik natuurlijk de slaapkamer gedaan. Dat was natuurlijk wel heel druk. En ja, dat was ook gewoon eigenlijk geen goed idee. Maar goed, ik moet gewoon eventjes kijken wat mijn lichaam nu leuk vindt en wat niet. Ik ga in ieder geval zo eventjes lekker wat drinken. En dan ga ik lekker relaxen. Even mijn leeuwtje terugzetten. Even mijn mascottetje. Want ja, je moet vanavond toch weer supporten, hè. Want ja, vanavond speelt Nederland. Ik heb gisteren trouwens nog 2 wedstrijden gezien. Duitsland-Spanje. Duitsland eruit. En toen had je Portugal-Frankrijk. Frankrijk-Portugal. Portugal eruit. Vond Ronaldo niet zo leuk. Dus ja, ze kregen penalties en Frankrijk was toch beter. Dus ik ben wel heel benieuwd. Maar in ieder geval straks eventjes. Dus eerst even lekker relaxen. Straks lekker douchen en eten. En dan om 9 uur zitten we weer klaar voor Nederland. Ik heb zelf het idee dat we verliezen. Denk ik. Maar we gaan het wel zien. Ik vind het wel heel gezellig. Gewoon het idee dat ze spelen. Daar heb ik wel zin in. Nou, ik ga sowieso nog wel eventjes ook Disney Dream Night Valley doen. En mijn vlog wordt het grootste gedeelte in elkaar zetten. Daar heb ik ook wel zin in. Vind ik altijd leuk om te doen. Ik hoop even dat persbericht in te plannen voor Catrice. Want ik heb dus net die collectie aan jullie laten zien van Catrice straks. En ik heb het persbericht nog niet eens online, omdat hij er ineens was. Dus die moet ik er eventjes opzetten. En ik hoop even die blogpost af te maken. Dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken en daarna weer Moedermafia. Dan ga ik lekker naar bed mijn boek lezen. Maar nu ga ik in ieder geval ook even in de relax-modus. Want ik ben gewoon heel erg moe en ik merk dat ik traag word met praten. Dus ik zou bij deze gewoon in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 7 juli. Ik zit nu nog even op de bank. En ik ga straks even wat dingetjes doen. Nog steeds heel moe. Ik weet niet of je het aan me ziet, maar goed. Ik heb net even mijn arm ingesmeerd met vaseline. In de hoop dat die plek wat minder wordt. Gisteravond was het natuurlijk tijd voor Nederland tegen Turkije. En ik was echt een beetje gespannen, maar ik had er ook heel veel zin in. En mijn gevoel zei, we gaan dit verliezen. En nou ja, dan komt Turkije op een gegeven moment toch voor te staan in de eerste helft. En Nederland die had wel kansen, maar ze gingen er gewoon niet in. Dan ga je de tweede helft in, maar ja, die tijd die tikt maar weg. En dan heb je op een gegeven moment, is er nog 20 minuten of zo, dan denk je van, nou, ik weet het niet. En toen werd het toch op een gegeven moment toch nog gelijk. Dus helemaal blij van, ja, we doen weer mee. Want ja, ik had toch het idee van, nou, ik denk dat dit wel einde is. En toen maakte ze er uiteindelijk nog één. Toen was het ineens 2-1. En het lukte Turkije niet meer om te scoren. Dus Nederland is door naar de halve finale. Zo leuk. En ze begonnen hier helemaal te toeteren en vuurwerk af te steken en zo. En ik hoorde buiten mensen al schreeuwen van kom op, kom op. Ja, was echt, de sfeer was echt wel leuk en zo. Dus ik heel blij dat we door zijn. Dus woensdag moeten we tegen Engeland. Dat weet ik ook niet wat dat gaat worden, maar dat gaan we wel zien. Ik heb verder nog wel even een lekker spelletje gedaan. En toen heb ik de vlog in elkaar gezet voor zover dat lukte. Ik ben zo lang mee bezig geweest. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken en Moedermafia. Maar dat is ook alweer klaar. Volgens mij waren er maar 6 afleveringen. Ik keek er 2 per keer, omdat zo'n aflevering maar 20 minuten duurt. Dus ja, ik ben er ook zo doorheen. Dus het is alweer afgelopen. Toen ben ik lekker naar bed gegaan en heb ik lekker mijn boek gelezen. Toen ben ik lekker geslapen. Ik was ook wel moe. Ik merk wel dat dat wel echt een nasleep is. Ik heb het ook even gegoogeld en het is inderdaad wel een nasleep van het ingreepje wat ik gehad heb. Dus nou ja, goed. Daar moeten we maar eventjes mee leven. Ik ga zo even groenten afhalen en even stofzuigen. En ik ga straks foto's maken. Dus ik zal straks wel gewoon de fotospullen laten zien.
Maar verder ook eigenlijk niet zo heel veel nieuws. Dus dat is het voor nu. Dus eigenlijk gewoon een beetje een relaxte dag. En dat is ook prima. Dus nou ja, ik ga eventjes muziek aanzetten en dan ga ik even wat doen. Zo, ik heb de fotospullen gepakt. Ik heb hier de Cozy Earth Eyeshadow Palette van Catrice. Dan heb ik hier een Mighty Lashes Defined Volume Mascara van Kruidvat. En hier de It's Bubblegum Fun collectie met de Mattifying Stone Roller. De Bouncy Blush. Het lipmasker. De lipolie. De lipgloss. De highlighter. En het leuke bandje. Dus hier ga ik nu even foto's van maken. Zo. Ik heb wel even het een en het ander gedaan. De groente is afgehaald. En ik heb boven wel het een en het ander kunnen doen. Wat wel fijn was. Toen ben ik lekker foto's gemaakt. Daar heb ik net ook al geïmporteerd. En nog eventjes verder gegaan met die blogpost. Het is gisteravond ook niet gelukt om die af te maken. Dus die moet vanavond af. Ik had wel nog een persbericht ingepland gisteren. Dus dat is wel gelukt. Maar ik heb het nu koud. En ik weet niet eigenlijk hoeveel graden het is. Ik ga heel even kijken. Maar goed, verder was het wel een prima middagje. Alleen was net eventjes politieagentje spelen bij de kat. Het is 17 graden, want Mickey die eet dan heel snel. En dan ziet ze dat de anderen het nog niet op hebben. En dan wil ze daar ook bij mee eten. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar ze hebben het nu weer op. En nu ga ik zo eventjes lekker relaxen. Oh, sorry. Ja, ik ben gewoon heel moe. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik gewoon even iets terugkijken, want er is verder alles wat op tv is herhaling. Dus ik moet even kijken wat dat wordt. Sowieso nog even Disney Dreamlight Valley doen. En dan ga ik foto's van mijn blogpost bewerken, mijn nagels lakken. Lekker mijn serie kijken op Netflix. En daarna weer lekker CSI. En dan ga ik naar bed om mijn boek te lezen. Dat wordt verder ook de avond. Maar nu ga ik even wat drinken en even lekker de bank op, want ik ben nu gewoon zo moe. Dat er niet veel meer uitkomt. Maar goed, dat hoort er even bij. Dat komt vanzelf vast wel heel goed. Dus ik ga jullie dan gewoon morgen zien. Dus bij deze zeg ik dan ook tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 8 juli. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het toch een beetje fris. Ondanks dat het niet super koud is buiten. Want ik zal heel even de temperatuur checken. De zon is er ook niet. En dat maakt het wat frisser. Het is 21 graden, maar het is inderdaad half bewolkt. Er is wel weer extreem weeropkomst op 10 juli, dus dat is woensdag. Nou ja, we gaan het wel zien. Ik heb gisteravond gekeken naar... ik heb eerst eventjes God weet het, ben ik weer die naam van het programma kwijt. Voor hetzelfde geld afgekeken. Die moest ik nog even afzien, die aflevering. Daarna heb ik Marble Mania aangezet met de Vrogers. Dat was wel leuk, dus die heb ik ook even gekeken. Daar heb ik nu ook alles van gezien. Daar heb ik nog even lekker een spelletje gedaan. Heb ik mijn foto's bewerkt. Ik heb mijn nagels gedaan. Ik zal even het nagellakje nog pakken. Die was ik vergeten. Ik moet even uitkijken dat het muis niet meegaat, want daar heb ik geen zin in. Ik heb namelijk aangebracht deze kleur. En dit is er eentje uit een sensibility lijn. En dit is de kleur. Ik heb geen idee. Het staat er vast ergens op, maar ik kan het gewoon niet lezen. Maar het is in ieder geval dit lakje, maar hij is al heel oud. Nou, daarna ben ik lekker mijn... ik heb even alvast wat aan de thumbnail gedaan voor de video van morgen. En toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. En er is ook al bekendgemaakt dat er een seizoen 2 van komt. En dat vind ik zelf wel super leuk. En daarna zie je zij. En toen ben ik eigenlijk lekker naar bed gegaan. Mijn boek gelezen en ook gaan slapen. Morgen ga ik proberen het sport weer op te pakken. Ik vind het wel heel spannend. Maar gewoon even kijken of mijn lichaam het aan kan. En als het niet lukt, dan is het ook goed. Ik ga zo eventjes de gang doen, de kattenbakken, wat oud papier naar buiten brengen. De douche even doen, ik moet nog even de was opvouwen en dan moet even een wasje aangezet worden. Dus gewoon eigenlijk een beetje de standaard klusjes.
Dus dat ga ik nu eventjes doen. Dus ik neem jullie gewoon weer gezellig mee. Dus ja, dat is eigenlijk voor nu even de planning. Zo, alles is weer rond. De was is opgevouwen. Is ook altijd wel fijn, want vind ik nooit de leukste klusjes, maar dat is weer gelukt. De was die draait nog, die kun je op de achtergrond horen, maar alles is verder weer lekker schoon. Dus dat is wel heel fijn. Douche schoon, kattenbakken, nou, de gang, aan papier weggebracht. Dus eigenlijk allemaal prima. Ik las net toevallig dat ze woensdag niet de finale van het perfecte plaatje uit zullen zenden. Maar dat die naar vrijdag is gegaan in verband met de halve finale van de voetbal. En ik vind het op zich een slimme zet. Want ik had al zoiets, ik ga het gewoon opnemen en ik kijk het vrijdag wel terug. Want ja, ik ga liever voetbal kijken. Dus maar nu hebben ze toch zelf al besloten om dat maar niet te doen. Dus op zich wel slim, denk ik. Ik ga zo wel even lekker relaxen, want ik ben nu toch wel weer heel erg moe. Maar ja, op zich langzaam aan klusjes doen, het gaat wel weer. Dus nou ja, goed. Ik probeer het wel gewoon allemaal te doen. Alleen nu kak ik in. Nou ja, straks in ieder geval nog even de was ophangen als die klaar is. Lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon de meeste van Visser terug. En daarna ga ik nog even een spelletje doen. Dan ga ik die video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. En ik hoop dat alles een beetje lukt. Ik had nog wel die... Nee, dat had ik zaterdag al gedaan. Ik moet ook nog een trendeditie weer online gooien. Nou, ik heb nog wat te doen, maar ik moet even kijken hoe ver ik allemaal kom. Dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken en daarna weer lekker CSI. Ga ik naar bed om mijn boek te lezen. Ik ben echt een superleuk boek aan het lezen. Echt heel mooi. Dus wel weer zin om daarmee verder te gaan. Maar eerst eventjes wat drinken en even lekker relaxen. En dan ja, straks gewoon weer eventjes lekker douchen en eten maken. Dus dat wordt verder mijn avond. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 9 juli. Ik ben klaargemaakt en ik heb weer voor het eerst gesport. Ik had dit trouwens ook gevraagd donderdag in het ziekenhuis. Normaal gesproken staat er eigenlijk 2 weken niet sporten. Maar dit heeft ook vooral te maken met het feit als je in een sportschool bent en met best wel zware oefeningen doet natuurlijk. Denk aan misschien op zo'n loopband en met gewichten en dat soort dingen. Maar ja, dat doe ik allemaal niet. Dus omdat de sport voor mij niet super zwaar is, mocht ik het binnen een paar dagen oppakken. En ja, op zich gaat het wel goed. Ik heb alleen het idee dat er meer druk op die buik staat. Dus als ik nou denk, nou het voelt toch niet goed, dan doe ik het morgen niet. Maar ja, ik vond het op zich ook wel weer fijn om op te pakken. Maar ik moet even aankijken hoe dat verder gaat. Gisteravond heb ik gekeken naar Ik weet er alles van en daarna meester Frank Visser. Nou, die was heel heftig. Ik had toen de tijd al een voorstukje gezien. Maar ja, ik weet eigenlijk niet waarom ik toen de tijd niet gevolgd heb. Volgens mij was er wat anders. Nou ja, goed, toen had ik heel veel opgenomen. Dat is in deze tijd altijd wel leuk, want dan heb je dingen terug te kijken. Omdat het meeste natuurlijk herhaling is. Nou, ik heb even lekker een spelletje gedaan. Toen heb ik de video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. De thumbnail afgemaakt. Ging eigenlijk allemaal prima. Geüpload en alles. Dus dat was top. Tijger heeft een hele pluk haar tussen de poot. En dat wil ik het liefst weghalen. Maar ik weet gewoon dat ze dat niet accepteert. Dat ze het niet leuk vindt.
Nou, toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. Nog 2 afleveringen te gaan, helaas. En daarna lekker CSI. Toen ben ik mijn boek gaan lezen en die is uitgegaan. En precies 1 week na mijn vorige boek heb ik hem uitgelezen. Dat vond ik wel knap. Ik heb nu echt 2 rijtjes onder elkaar. Dus dat is ook wel weer fijn. Dat was het eigenlijk ook verder niet heel bijzonder. Ik ga zo meteen even stofzuigen en de bakken scheppen. En dan ga ik een video opnemen. Vind ik best spannend, want ik ga de wax video maken van de action setjes. En ik heb dat ook nog nooit geprobeerd. Maar goed, dat gaan we dus proberen. En daarna nog even lekker diamond painting. Probeer even een wasje naar boven te brengen. En dan is dat ook allemaal weer klaar. Dus ik neem jullie gewoon weer mee, gezellig. Lekker diamond painting gedaan. Volgende week is die af. Dan kan ik ze proberen of ze in die lijst kunnen. Dat hoop ik. Dus dat was wel heel fijn. Video opnemen ging volgens mij ook best wel goed. Ik heb het eerder dat het best wel goed is overgekomen. Dus ik moet het natuurlijk nog even zien met editen. Maar voor mijn gevoel ging het allemaal wel leuk. Het ging niet gelijk helemaal goed. Maar het was leuk om ermee bezig te zijn. Dus ik heb ervan genoten. Katten hebben net lekker gegeten. Ik heb de vaatwasser voor de helft al leeggeruimd. Dus dat ging eigenlijk ook allemaal wel lekker. Dus eigenlijk wel een prima middagje. Maar nu ga ik even lekker relaxen, want ik ben nog steeds een beetje moe. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik, ik weet er alles van, en daarna nog even een Steenrijkstraat Arm terug. Volgens mij is dat de laatste die ik nog niet gezien had. En die was volgens mij best wel heftig, begreep ik van mijn moeder. Dus dat moet ik eventjes aanzien. Daarna ga ik eventjes nog een spelletje doen. Je hebt vanavond ook nog die voetbalwedstrijd. Dus ben ik op zich ook nog wel benieuwd naar. Misschien ik daar nog even een stukje van zie. Dan ga ik de vlog afmaken en mijn foto's bewerken. Dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken. En daarna lekker CSI. Dan ga ik naar bed toe een nieuw boek uitzoeken. En ik weet nog niet welke, dus dat is altijd wel weer leuk. Dus dat is eigenlijk de planning. Ik ga bij deze in ieder geval ook de vlog afsluiten. Want ik denk dat die al best wel lang is geworden. Ik probeer mijn best om ze wat korter te houden soms. Maar het lukt niet altijd. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze vlog te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Drop het rondje met mijn gezicht en druk op. Op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een mail. Zodra een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan ook zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!